hebben jullie het zo zien, die takkies, die dunne takkies, uit die buit vandaan. Ik heb hem vastgebonden. Ja, en daar onderaan hangt het bakje waar de batterij in zit en dan kan ik op het knopje drukken. Nou ja, vanavond moet hij gaan branden, hè? Ja. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag, wat voor dag is het vandaag? Het is woensdag, de 21ste van de 12e 2022. En we leven om 3 minuten over 12. 12:03. Ja. Dus ja, wat de dag ons gaat brengen, ik weet het niet. Ik weet enkel dat ik met Marianne had afgesproken dat ze vandaag bij mij zou komen. Maar ja, we weten hoe Marianne is. Hè, die kent vergeten. Ja. Maar ik ga als eerste met mijn meisjes lopen. En ook weet ik dat Karin gaat komen vanmiddag. Want die verwacht hier bij mij een pakketje. Dus ja. Ze had het op mijn adres gedaan, omdat ze hier in Den Helder is, ja. Dus die komt ook vanmiddag en ja, eigenlijk moet ik nog kaarten wegbrengen, maar ik zie het niet zitten. Nee, en dat is allemaal nog voor de kerst, hè. Het zijn er wel 3, maar ja, eigenlijk moet ik er nog eentje schrijven. Want je vergeet steeds, en, oh ja, die moet ook nog, oh ja, en die moet nog, oh ja, en die moet ook nog, weet je. Oh, ik word er gewoon zelf niet goed van, maar ik heb ook niet veel kaarten meer om te versturen. Maar oké, okay, maakt er allemaal niet uit. Ik ga, het is nou zomaar weer eens prachtig mooi weer. Ik zie wel boven zee bewolking drijven. En ook aan die kant wel. Het is ja, wat sluierbewolking, blauwe lucht. En de zon die maakt het ook weer skier. Althans, aan die kant. Maar in ieder geval, dat maakt niet uit. Hé, hey, Google, hoeveel graden is het buiten? In Den Helder is het op dit moment 8 graden. 8. Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur 4 graden. Oké, okay. Het waait. Het is weer gewaai en het is 8 graden, maar de gevoelstemperatuur is 4 graden. Vanochtend vroeg ik het ook al, want toen was het 7 graden en verder is geen gevoel. Ik dacht, nou, nee, maar nou ja, is het toch weer koud. Dus ja, toch weer eventjes warm aankleden en je eigen er, tenminste je eigen erop kleden, laat ik het zo zeggen. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van je dag, doe het met een lach. Help elkaar, wees lief voor elkaar, geniet van elkaar en geniet ook zeker met ons mee. Ja, lieve vrienden. Nee. Ja, lieve vrienden. Welkom weer bij mij, hè. Ja, ik had het trouwens al gedaan, dus waarom zeg ik weer welkom? Nou ja, beter twee keer dan helemaal niet. Ik ben een beetje van mijn apropos. Ja, maar ik moet even wat pakken. Want ik had het per ongeluk al opgehangen, omdat ik met mijn hoofd even ergens anders was. Maar ik pak het even. Aangezien dat ik weer een kaart heb gekregen. Ja. Een hele mooie kaart. Kijk, maar hoe kom ik daaraan? Een hele dot haren. Ik zit al onder de haren, maar nou een hele dot. Jeetje. 2, 3. In de prullenbak ermee. Ja, een hele mooie kaart. Jullie weten dat ik begeleiding heb. En het is van de begeleiding, niet van mijn begeleiding en ook niet van het hoofd eigenlijk, die heeft het gestuurd. Hè, dat zijn de drie hoofden, laat maar zeggen, het raad van bestuur, laat ik het zo maar zeggen. Van de instantie waar ik bij zit. En ik zal hem jullie laten zien. Ik hoop dat jullie hem zien kunnen.
die heeft... even zien, waar stond het nou? Oh ja, hier onderaan. Het schilderij op de voorkant is gemaakt door Harry Sein. Harry is 78 jaar. En nou ja, die woont dus intern. Nou, ik vind dat bijzonder, hè, dat zo'n oud kereltje dat kan. Ik doe het er niet na, in ieder geval. Ik zou dat niet kunnen. Misschien Marianne. Ja, wie weet. Dus ja, dat wou ik jullie even laten zien. En ik had toch die doos gisteren met dat lange ding erin, met al die liggies. Nou, die heb ik ook een plekje gegeven. Ik heb hem in de vlaggenmast gezet, in dat stukje buis nog die er is. Ik hoop dat jullie het zo zien, die takkies, die dunne takkies uit die buis vandaan. Ik heb hem vastgebonden. Ja, en daar onderaan hangt het bakje waar de batterij in zit en dan kan ik op het knopje drukken. Nou ja, vanavond moet hij gaan branden, hè? Ja, dus wel weer grappig. Hoop, ik zit nog ingezoomd. Even uitzoomen. Ja, een stelletje boefjes. Nou, ik wil die deur weer dicht doen. Kom. Kom naar binnen. Kom. Zie je, het voelt aan als 4 graden. Nou, dat vind ik niet lekker. En het waait als een raket. Zo. Nou, en hier heb ik ook weer een lichtje. En dat hangt, daar hangt dat dingetje. Ja, en hup, hangt daar naar beneden toe. En ook heb ik dat andere. Want dat kan dus niet in dat kerstboompje. Nee, een klein miskoopje. Nou, dit touw, daar zit ook dus verlichting in. Moet ik hem weer even zoeken, hier al. Even kijken of dat wil. Ja, nou, dan brandt hij. Zo. Maar ja, er zit ook weer een timer op. Zie ik. Hij moet naar het midden toe voor de timer. Dat is de timer. En dan is hij gewoon aan. Dus twee keer is hij aan. En de timer, dat moet er dus op timer zitten. Hey. Ja, wat doe je nou? Wat doe je nou? Ga weg. Allebei naar buiten, nu. Rijka, naar buiten. Nee? Oh, kijk. Ik rook niet, mijn man die rookte ook niet, maar dit asbakje, dat hangt er altijd. En ik, ja, het is zo super mooi. Wat er allemaal op staat, Joost mag het weten. Ik weet het niet. Ik weet ook niet wat erin staat in het asbakje. Aan deze kant ook nog iets. En of dat hetzelfde is aan de andere kant, weet ik ook niet. Ja, en dat mijn man dus er nog was, had hij hier een klein rond glazen asbak in. Nou, ik rook niet. Hij is er niet meer, dus dan zo. Jullie weten niet wat jullie willen? Nou, doei! En ik heb eten staan, dus ik ga even eten en ik zal de kaart weer ophangen. En ik zal die dames eens eventjes tot rust bedaren.
Ja. Ze kunnen spelen, doen ze maar buiten. Ja, buiten kan je spelen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. Ja, de visite gaat niet door, allebei niet. Zowel Marianne komt niet, zowel Claudia komt niet. Nou ja, jammer dan. Maar Karen is wel in huis. Ja, en die gaat zo meteen eventjes naar de auto toe. En die installeert wat. En dan komt ze mij ophalen, want dan kan ik even de kaarten op de post doen, tenminste op de post, even bij de mensen langsbrengen. Ja, nou, dan ben er vier. Een waaiertje van vier. Dus dat gaan we gewoon eventjes gezellig doen. En ja, ik zou een vlog in elkaar zetten, dat moet ik dan nog doen. Dus ja, daar ben ik nog niet aan begonnen. Dus, maar dat komt wel, als ik weer terug ben, dan gaan we dat gewoon eventjes proberen te gaan doen. En ik hoor een motor ronken. Zo dan. Maar in ieder geval ook begon het te regenen. Maar ook is het alweer weg. Dus dat was een buitje van niks. Ja? Maar oké, maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon prettig door. We zijn prettig gestoord, zeg maar. En ja, we gaan vrolijk door met z'n tweetjes. Ja. We zien wel waar het schip strandt, zeggen we dan. Ze zeggen, lieve vrienden, ja, ze zit op de wc, dus ja, daar ga ik niet naartoe met de vlogcamera. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is privé. Dus laat me lekker even zitten. En ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Gaan wij ook doen. Dus ik zou zeggen, tot later.
be.